Goedemorgen, een nieuwe koffiebreak vandaag met Ralf Hillebrand uit Rotterdam. Hij is heel actief met het maken van allerlei filmpjes en animaties over het gebruik van Teams in het onderwijs, onder andere ook nog veel andere dingen. Dat leek me heel interessant. Ralf, wil je jezelf eerst even voorstellen en waarom sta jij eigenlijk? Laat ik beginnen met mezelf voorstellen. Mijn naam is Ralf Hillebrand inderdaad. Ik ben werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam. En dan specifiek bij de werkplaats Onderwijs Leertechnologie. En dat is een interne werkplaats waarvan uit ik met collega's allerlei initiatieven mag ondersteunen op het gebied van onderwijs leertechnologie. En dat doen we al 2 jaar. Dus dat gaat over virtual reality in de klas. Dat gaat over blended leren. Maar dan op de goede manier. Niet het crisisonderwijs waar we nu in zitten. En nog veel meer initiatieven die docenten ondernemen om studenten te binden, te boeien. Daarnaast werk ik voor mezelf vanuit het bedrijf Docent 24/7. Dat betekent niet dat ik zelf 24/7 beschikbaar ben, maar wel dat ik ervoor pleit dat kennis 24/7 beschikbaar is. Want studenten en leerlingen leren vaak op het moment dat wij er niet zijn. Dus het leren vindt niet alleen in de klas plaats, vindt juist op momenten plaats daarbuiten. Dat ervaarde ik 10 jaar geleden al. En toen ben ik na gaan denken over hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik er eigenlijk 24/7 ben. Waarom sta ik? Omdat dat de meest natuurlijke manier is om eigenlijk naar een docent te kijken, een trainer te kijken. Dat zijn we eigenlijk gewend in de klas. Dan staan docenten 90% van de tijd. En sinds maart zitten we eigenlijk allemaal. En ik kwam er zelf al in april achter, eigenlijk in een overlegje met 2 collega's. En toen was ik dat zitten zat, toen ben ik heel even gaan staan. En toen zeiden die collega's gelijk van, dit komt eigenlijk veel beter over. Nou, en sindsdien sta ik als ik lesgeef, sta ik als ik trainingen verzorg. Heeft 2 voordelen, het komt natuurlijk erover. En ik ben 3 van de 5 coronakilo's alweer kwijtgeraakt. Ik heb ook zo'n horloge dat dan zegt dat je elk uur even moet staan. Dus dat is een goede oplossing. We gaan het hebben over alles wat je aanbiedt via LinkedIn. Hè? Heel veel informatie over het gebruik van Teams. Ja, we begonnen ineens allemaal in maart met Teams. Ik schat een beetje in dat jij daar blij van werd. Ja, omdat Teams bestaat natuurlijk al veel langer. Net zoals dat Zoom veel langer bestaat. Allerlei programma's zijn er al veel langer. Maar werden matig tot niet gebruikt in het onderwijs. En daarbuiten trouwens ook veel minder dan nu. En ik was eigenlijk al 2,5 jaar bezig met Teams, omdat ik daar echt voordelen in zag om slimmer en sneller met elkaar te kunnen samenwerken. Heb geprobeerd dat bij mijn collega's, toen ik ook nog echt op de lerarenopleiding les gaf, daarmee aan de slag te gaan. Dat lukte niet, totdat na 10 weken het iedere week geagendeerd hebben, een groep zei van, nou Ralf, als je er nu over stopt, willen we het best proberen. Dat zijn we gaan doen, om na 2 maanden de conclusie te trekken, nee, het werkt niet. Omdat niemand zijn gedrag veranderde. Dus WhatsApp bleef gewoon bestaan. Allerlei andere manieren van delen bleef bestaan. Dus Teams werd niet gebruikt waarvoor het bedoeld was. Nou ja, en in maart, de aanleiding, die is niet positief te noemen, verre van. Maar het gevolg dat we nu ineens ICT in gaan zetten op een manier die echt bijdraagt aan het beter en sneller samen te werken. Ja, daar word ik uiteindelijk wel gelukkig van. Ja, mooi gezegd. Maar, dan doe ik even een maar erin. Het lijkt dan toch nodig om blijkbaar mensen te gaan helpen. Want jij bent daar heel actief in. Je maakt hele mooie dingetjes om het leven met Teams makkelijker te maken. Waarom doe je dat dan? Want als het blijkbaar zo logisch is, dan kan iedereen dat misschien al. Nou ja, kijk, dat het nu moet om met dit soort apparatuur en programma's aan de slag te gaan, dat is natuurlijk gewoon noodzaak. Dus de noodzaak is ineens hoog, maar dat wil niet zeggen dat iedereen op dat moment gelijk weet hoe het werkt. Nou, de eerste stap was eigenlijk in maart, 13 maart om precies te zijn, werden we vanuit de hogeschool geconfronteerd met de lockdown. En werden we vanuit de werkplaats, onderwijs leertechnologie, gevraagd als collega's om een online magazine te gaan maken. Om eigenlijk vanaf maandag, want dit was op donderdag, vrijdag binnen de hogeschool, op maandag de collega's handvaten te geven, hoe ga ik nu online lesgeven?
Daarvoor heb ik sinds lange tijd weer een filmpje gemaakt over Teams. Ik had er een paar gemaakt, maar ja, niemand gebruikte ze. Dus ja, waarvoor zou je doorgaan? Heb ik een filmpje gemaakt als introductie van oké, vanaf maandag kan je op deze manier online les gaan geven. En dat filmpje viel in zulke goede aarde dat ik ja, daarna eigenlijk door ben gegaan om allemaal tips en tricks te delen. Eerst eigenlijk alleen maar binnen de hogeschool, maar daarna voor iedereen die ermee werkt. Om te laten zien, van, joh, dit zijn de mogelijkheden. Want als je niet weet wat er kan, dan ga je het ook niet gebruiken. Niet iedereen zoekt actief naar al die mogelijkheden. Ik bedoel, in de meest moderne auto's zitten ook ongelooflijk veel opties die heel veel mensen nooit gebruiken. En soms bewust, die houden niet van cruise control, dat is prima. Maar als je wel cruise control hebt, maar je weet niet hoe het werkt, ja, dan is het toch een beetje zonde dat het erin zit. Maar een beetje vanuit die insteek probeer ik mijn kennis en liefde voor apps en tools te delen. Ja, mooi. En het is dus ook nodig, hè? Want je zegt een beetje tussen de regels door, niet iedereen kan het. Hoe kan dat dan eigenlijk? Dat niet iedereen het nog kan. Ik denk dat iedereen het kan. Alleen niet iedereen heeft er een grote liefde voor. Die heb ik wel. Ik ben echt sinds de mobiele telefoon er is, en toen was ik volgens mij 2021, gegrepen door het feit wat er mogelijk is. Niet hoe de techniek werkt, want daar begrijp ik echt helemaal niks van. Maar wel, wat kan er nu met die mobiele telefoon? En wat kan er nu met software die ontwikkeld wordt? Dat vind ik ongelooflijk interessant om uit te zoeken. Er zijn ook mensen die vinden dat verschrikkelijk. En dat mag. Ja. Geen enkel probleem. En zeker in het onderwijs denk ik dat je ernaar moet streven om je best mogelijke les te geven. Maar dat doe je natuurlijk met het gereedschap waar je bekend mee bent. En dat betekent, er is nog heel veel gereedschap, maar als je geen idee hebt hoe het werkt of wat je ermee moet, ga je het niet gebruiken. Ik herken dat gewoon in mijn eigen schuur. Als ik letterlijk mijn gereedschapskist pak, dan zit daar van alles van ik als niet-klusser echt niet weet wat ik ermee moet, totdat iemand het me uitlegt. Ja. Nou, en die rol probeer ik een klein beetje te vervullen in de wereld van tools en apps. Omdat je gewoon ziet, mensen hebben er de tijd niet voor of hebben hele andere kwaliteiten waar ze hun tijd aan besteden, gelukkig. En dan probeer ik mijn tijd op die manier in te zetten om die collega's te helpen. Ja, en zeg je nou dat vak dus heel erg veranderd is voor een docent? In essentie niet. Ik hoor hem maar. In de uitvoering wel. In essentie is ons vak niet veranderd. Ja. Volgens mij gaat onderwijzen, gaat lesgeven, gaat het opleiden van jongeren over het binden en boeien, het overbrengen van vakinhoud, maar vooral ook verhoudingsaspecten. Mm-hmm. Dat kan heel goed in de klas. En sommige dingen kunnen zelfs alleen maar fysiek. Bijvoorbeeld de opleiding fysiotherapie. Het wordt heel lastig om een meniscus te voelen. Als er geen mensen zijn, hè, dat is echt ingewikkeld. Maar heel veel dingen kunnen wel online. En daarin blijven de basisingrediënten van wat wij doen, blijven hetzelfde. Alleen de uitvoering waarmee we ons vak dus beoefenen, die verandert. Maar weet je, die veranderingen zijn al jaren gaande. Want toen ik zelf ooit begon in 2000, waren er nog overheadprojectoren. Letterlijk. Daar heb ik nog een avond mee gewerkt. En toen kwamen de smartboards langzaamaan het gebouw in. Ja. Die werden ook niet gebruikt als veredelde beamer, maar niet meer. Nou, en zo zie je dat het zich ontwikkelt. Ik geloof niet in revoluties in het onderwijs, wel in evolutie in het onderwijs. Dus het gaat in een geleidelijk tempo. En nou ja, die is nu wel in een enorme stroomversnelling gekomen. Ja. Want we hadden, even los van alle aspecten die online heel ingewikkeld zijn, heel moeilijk zijn en soms ook gewoon niet goed gaan, kan er wel heel veel, daar komen we nu achter. En als we deze crisis niet hadden gehad, dan was er nog steeds maar een hele kleine groep aan voorlopers geweest die deze mogelijkheden kende en had benut. En een hele grote groep die had gezegd van, ik hou het bij wat ik doe. Ja. Gewoon niet uit en niet willen. Maar uit het feit van, ik ken mijn gereedschapskist niet goed genoeg. Ja. Nou gaat mijn project voornamelijk over online binding. Hè? De binding van studenten met docenten. Maar jij bent vooral bezig met die docenten. In je trainingen en ook in de clipjes die je maakt. Heb jij nou het gevoel dat die docenten onderling verbonden zijn?
het is heel moeilijk in te schatten. Maar ik merk dat op een aantal initiatieven waar ik ook bij betrokken ben of waar ik voor uitgenodigd word, dat dat weinig is. Hè? Bijvoorbeeld, zorg dat je 1 of 2 keer per week met je team gewoon een virtueel koffiemomentje hebt. Mm-hmm. Waar je bijvoorbeeld naar de virtuele koffiebreak van Surf kijkt. Dat je elkaar treft. Nou, ik weet dat binnen de opleiding waar ik werkzaam was tot voor kort, is dat echt structureel ingepland, is dat gedaan. Ja. Maar daar komen maar heel weinig collega's op af. Of dat nu komt omdat ze geen behoefte hebben aan die setting, maar elkaar wel weten te vinden, of ze niet weten dat het er is, of er geen behoefte aan hebben, dat zouden we eigenlijk eens uit moeten gaan vragen. Ja. En nou ja, wat je ook wel merkt in al die trainingen die ik mag verzorgen bij docenten, is dat we zijn nu, ja, jemig, bijna 1 jaar onderweg. Ja. Maar dat is voor heel veel docenten een aantal onderdelen die eigenlijk gewoon tot de basis horen van die gereedschapskist in online onderwijs nog steeds ingewikkeld zijn. En dat ook niet heel goed meer durven te vragen bij collega's, want iedereen heeft het op dit moment druk. En dat bedoel ik ook oprecht goed, want dat merk ik zelf ook. Het is een andere dynamiek, het geeft een andere tijdsinvulling. Ik vind hem ook ingewikkeld, maar als je de techniek niet beheerst, ja, dan heb je ook geen ruimte voor de theorie of daarin verder te kijken. Dus er is mij veel aan gelegen om eigenlijk alle docenten in Nederland in ieder geval op een bepaald basisniveau te krijgen, dat je je geen zorgen meer maakt als jij online lesgeeft, gaat het geluid het wel doen? Gaat het wel lukken om mijn scherm te delen? Over dat soort onderdelen zou je je eigenlijk echt geen zorgen meer moeten mogen maken. Maar ik begrijp de docenten ook wel weer, want die staan best open om te leren, maar willen collega's niet belasten met de vraag. En als ze hem al vragen, dan krijgen ze vaak een heel snel antwoord. Omdat de collega denkt, nou, op deze manier begrijpen ze het. En de collega aan de andere kant die denkt, ja, bedankt. En die is eigenlijk nog niet verder geholpen, omdat hij op een andere manier echt naar die toepassingen en naar die software kijkt. En daar hebben we echt tijd voor nodig en aandacht voor nodig. Naar elkaar omkijken of dat nou echt wel op de juiste manier gaat. En of iedereen zich echt daar zeker genoeg voor voelt. Want als, ik hoor je een beetje zeggen, want als docenten die de technische barrière zijn overgegaan, dat ze het allemaal, dat ze daar een vertrouwen in hebben, dan houden ze meer tijd over in het hoofd om contact te leggen met hun studenten. Ja. En dat is natuurlijk alleen maar goed voor de onderlinge binding met de studenten. Maar ik hoor je ook zeggen dat als de docenten wat meer naar elkaar omkijken, dat dat dan ook weer heel goed is om dat dan weer te bewerkstelligen. Dus binding en binding. Ja. En ik denk dat beide daarin heel belangrijk is. En wat ik echt wel bijzonder vind in de waarneming, we zitten echt in een crisis die ze weergaan niet kent. Daar is iedereen het over eens. De grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. In maart voelden we dat ook echt zo. En ik weet ook nog heel goed, toen werd er heel veel met elkaar gebeld en gesproken van, gaat het met je, lukt het allemaal? En nou, eigenlijk als een soort sneeuw voor de zon, is het een soort van normaal geworden wat we op dit moment doen. Mm-hmm. En in mijn optiek, er is niets normaal aan wat we op dit moment doen. Zeker. Niet voor ons als docenten, medewerkers binnen welke school dan ook. Niets voor studenten, niets voor leerlingen. Er is niets normaals aan. Nee. Maar ja, de agenda's worden weer gewoon gevuld. Het is toch weer een soort van business as usual geworden. Alleen het is helemaal niet usual. En we gaan daar weer in verder. En daar bedoel ik niet mee dat er ook maar iemand is die zeg maar zijn plicht verzaakt. Maar ik vind het heel bijzonder hoe dat zeg maar in die 10 maanden weer veranderd is. En dat is misschien ook wel een reden waarom we nog steeds in die crisis zitten. Want we leven ook eigenlijk de maatregelen niet goed genoeg na, waardoor die pieken weer komen. En dat zijn we ook weer nog. In maart begrepen we dat echt heel goed. En nu merk je toch ook gewoon in het publieke debat dat we dat allemaal wat ingewikkelder zijn gaan vinden in ieder geval. Ja, en dan wil ik daar iets aan koppelen, hè? Want sinds in januari hoor je echt nog veel meer de geluiden van studenten dat ze denken van, nou ja, we zitten hier maar een beetje. Dus als jij dan zegt, van iedereen in het onderwijs is dan weer doorgegaan als business as usual, maar dat betekent ook veel van thuis werken, daar geen rekening mee houden, en dus voelen de studenten zich nog wel weer wat eenzamer wellicht. Dus ik vind dat wel een moeilijke conclusie, maar misschien wel een hele goede.
Het is een hele ingewikkelde taak waar we in zitten. En die realisatie en gewoon dat besef van beste mensen met wie je ook spreekt. Het is een ongelooflijke ingewikkelde tijd. Hoe kunnen we elkaar helpen? Mm-hmm. Ja, volgens mij stellen we die vraag ondertussen echt te weinig aan elkaar. Ja, een hele, hele indrukwekkende conclusie. We moeten er inderdaad goed over nadenken dat we blijven doen. Mooi, mooi. Jij werkt daar heel hard aan met gewoon al je informatie die je online zet. Fantastisch om te zien, elke keer weer als er een nieuwe release is van het team, dan zit je er bovenop. Dus jij beheerst dat volgens mij als geen ander. Maar mijn afsluitende vraag is altijd, gaat er dan echt nooit wat bij jou mis? Oh man, als dat toch waar was. Het blijft software, het blijven machines. En die dingen hebben soms op de een of andere manier een eigen leven. Dus ja, er gaat bij mij regelmatig wat mis. Kleine dingen, de grootste voorval is wel geweest dat ik een training aan het geven was voor, ik geloof ongeveer 25 docenten in dat geval. En mijn computer zei op dat moment gewoon, weet je wat, ik ga even een update installeren. En die kon ik niet meer uitstellen, die kon ik niet meer weigeren. Ik stond op een gegeven moment echt naar dat scherm te kijken van, oké. Ja, nu weet je bij Microsoft nooit hoe lang dat duurt. Dat is ook altijd wel een hele spannende, want de ene keer duurt dat een half uur en de andere keer, nou in dit geval viel het gelukkig mee. 7 minuten later was ik weer bij de club die ik aan het trainen was. En die gaf eigenlijk als reactie, wat fijn dat het bij jou ook mis kan gaan. Dat gaf eigenlijk weer een soort van vertrouwen. Als hem het gebeurt, dan hoeven wij ons daar niet voor te schamen. En dat moeten we ook vooral niet doen. We zijn daar echt nog steeds lerende en zoekende in. En laten we dat blijven doen. Mooi, dat het zelfs bij een topspecialist even mis kan gaan, dat geeft vertrouwen voor iedereen die ermee werkt. Nou, was een heel mooi gesprek. Jouw conclusie over het meer, als docenten ook samen, die hang ik zeer aan. Dankjewel voor je gesprek en ik ga er weer een mooi stukje van maken. En tot de koffiebreak dan maar. Hè? Heel graag gedaan, dank voor de uitnodiging. En de koffie is bijna op, dus dan kunnen we weer aan de slag. Dankjewel. Doeg. Doeg.